Goed, goedenavond heren. Welkom op de persbabbel na de wedstrijd Euroslare KV Mechelen. Wedstrijd geëindigd op 2-2. Fred, uw analyse graag. Ja, ik denk dat we eerst aan de wedstrijd starten. Is te slap, te sleut, te loom. Roeselaar had het beter van het spel de eerste 10 minuten. Had het moeilijk. Met Van Kessel en Samijntje die over onze rechtse kant een beetje als woelwater probeerden iets te gaan forceren. Maar ik vind dat we redelijk snel herstellen na 15 minuten. Kom je in principe de betere ploeg zonder in het begin echt grote kansen. Ik denk niet dat er heel veel grote kansen geweest zijn over de wedstrijd. Ik denk dat we twee efficiënte ploegen gezien hebben. Vonden we ons beter van het spel. Roeselaar zag dat uiteraard in. Tegen op de counter. Denk ik dat we verdiend gelijk maken. We hebben gevraagd aan de jongens met de tweede helft proberen op de laatste 20 minuten door te gaan. Dat hebben we gedaan. En dan is het mij wel een beetje raadsel. En dat is daarmee dat ik met gemengde gevoelens zit ook. Waarom dat we na de 1-2 stoppen met voetbal. We gingen plots achteruit kruipen. Totaal onnodig. Oké, Roeselaar ging alles op alles zetten. Inbreng van Godwin, inbreng van Jagan. Ja, en dan scoort Van Akker zoals dat hij destijds met mijn cirkel 3 of 4 gemaakt heeft. Scoort hij een schitterend doelpunt. En dan moet je nog even gaan herschikken, want dan wordt het nog warm. Dan gaan ze op enthousiasme door. Maar ik moet zeggen dat we al bij al niet genoeg... We hebben iets beter voetbal dan vorige week. Maar niet genoeg om de 3 punten te bekrachtigen. Dankjewel. Voilà. Analyse pour moi. On a changé un petit peu aujourd'hui là. Le dispositif, petit peu non, beaucoup. Normalement, nous sommes une équipe qui on aime bien d'aller presser haut, d'avoir le ballon, de jouer dans les coins de l'adversaire. Mais aujourd'hui, avec une équipe comme Malines, on a pensé toute la semaine, avec l'analyse de vidéo, de changer, de mettre 5 défenseurs, d'être plus bas. Parce que Malines, avec Storm, tous les joueurs qu'on a Taïmoun qui peut avoir une attaque, Bakayoko, peut profiter des espaces. Et c'est la question d'aujourd'hui, c'est de dire écoute, pas les espaces dans notre deux fermés et essayer avec la vitesse de Mille, de Gino, que c'est la première surprise pour tout le monde aujourd'hui, avec des entraînements. Et le plan a été parfait jusqu'à commencer le match. On a fait les buts et après, on n'a pas paniqué beaucoup. On a donné la possession complètement à Malines et essayé de faire les contre-attaques. Mais toujours, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, a été le mail de Pissier qu'on a fait une erreur. On a donné les pénalties. Je doute encore ces pénalties. Je pense que Mathieu Cornet, il s'est trompé un peu avec les ballons. Mais Mathieu et l'épicier, ils ont eu ça parce que le terrain, c'est un terrain très bon. Mais je n'arrive pas à comprendre comme la police, on laisse pas, la police ne laisse pas arroser le terrain avant le match. On a fait, mais c'est interdit jusqu'à 6 heures. Ça, nous sommes des professionnels, des équipes, Malines et nous. C'est une chose que jamais peut arriver. Si c'est, il y a 2 semaines à 40 degrés, et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je comprends pas. Ici, on joue, il y a la blessure des joueurs, il y a un pénalty stupide des joueurs. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est impossible, ça, dans un foot professionnel. Alors, on revient sur le match. La deuxième partie, alors, on a continué avec le même schéma de jeu. Il y a Stein qui vient de blessure et pas encore fit. Et on a essayé d'échanger pour Godwin avec plus de vitesse encore. Et on a reçu le but dans un minute avant ou 30 secondes avant. On a eu la même opportunité avec Godwin et le contre-attaque a été le but de Malines. Mais après, on a essayé d'échanger, on a mis. On a la défense à 4 et avec joueur offensif comme Ben. Et on a eu la chance d'égaliser le match. Et finalement, okay, c'est un bon match de foot, tactique, des choses qui changent. Et je suis content pour les résultats, pour les points et pour l'attitude de mes joueurs. Merci bien. Il y a des questions. Je suis en train de banque als T1. Na 4 minuten valt een goal. Wat denk je dan? Dat ik daar nu zit of dat tennis daar zit. Als je zo verdedigt, die goal valt sowieso. Dus, is dat gemakkelijk? Ja, denk ik wel. Ik had al een verwitting juist ervoor. En op dezelfde manier krijg je dan die tegen. Dus ja, Van Kessel had er niet veel info, een beetje opgezocht. Links en rechts, via alle sites die mogelijk zijn in het voetbal. Maar oké, dat die jongen zo
Want hier in principe speelt hij zeker geen slechte wedstrijd. Als hij maar twee keer meegetraind heeft, de laatste match was in april, dan heeft hij wel niet slecht gedaan vandaag. Maar daar zijn we gewoon niet scherp genoeg. We starten gewoon niet scherp genoeg aan de wedstrijd. Na die 1-2 denk je, oké, Mechelen heeft hier duidelijk meer kwaliteit. Ze gaan makkelijk die wedstrijd uitspelen. Hoe komt dat dan? Dat vind ik spijtig, dat je met de ervaring die je lopen hebt, de know-how die je lopen hebt op het veld, dat die wedstrijd moet je altijd binnentrekken. Als geen 2 op 20 minuten van het laatst. En hoe de manier waarop dat je in de match zit, moet je gewoon vanuit de organisatie doorduwen. Maar we staan gewoon allemaal uit positie op die 2-2. Dus dat is toch iets wat we in de toekomst en voor Wittingen in 1B gaan voor moeten opletten. Want iedereen zal tegen ons op die manier gaan voetballen. Zijn het dan de centrale middenvelders die meer een ploeg op sleeptouw moeten trekken? Of? Ja, je moet gewoon compacter gaan spelen. Ofwel sluit je meer aan, ofwel zak je iets langer in. Maar je moet compacter blijven. Je mag niet gaan voetballen op 60, 70 meter. Dan mag je tegen alle aspecten, bies, lommel, wat dan ook spelen. Iedereen kan voetballen in 1B. Maar je moet gewoon niet zoveel ruimte gaan weggeven en zeker niet als je voor staat. En die betalen we cash. Oké, okay, hij stampt hem lekker binnen. Je mag dat vandaag misschien 5 of 6 keer proberen en dan misschien één keer scoren. Maar je weet de kwaliteit van Anker, zowel links als rechts. Dus, maar het gaat mij vooral om de omschakelende moment waar we totaal niet goed staan. Die penaltyfase, wat jij die ziet? Ik denk dat meer penalty is de fase erop dan deze fase. Dus ik vond het licht. Ik denk dat we vorige week meer penalty verdienen dan vandaag. Maar ik vond de tweede fase in principe meer penalty dan de eerste. Nog vragen? Dat ik een stuk voor Jordi. Maar kunnen we het hierbij laten? Dankjewel. Oké, merci. Jordi, bonne chance. Nee, bonne chance aussi. Ja, dat is een sexy semaine. Korte vertaling van de woorden van trainer Jordi Condom. Normaal spelen wij hoge pressing, maar dit keer hadden we het systeem veranderd. Na video-analyse van KV Mechelen hebben we ervoor geopteerd om lager te spelen en met 5 verdedigers, om die mannen, die snelle mannen, op die manier geen ruimte te geven. Want normaal, en om hen te proberen in verlegenheid te brengen met de snelheid van mannen als Samin, Van Kessel enzovoort. Begon perfect met onze tactiek en we scoorden onmiddellijk. Daarna kreeg Mechelen de bal, maar was er eigenlijk geen paniek in onze rangen en konden we proberen op de counter te mikken. Tot die fout van L'IPC met een strafschop als gevolg. Twijfelachtig lichte strafschop, denk ik, maar kom, 1-1. En eigenlijk jammer, ook jammer van het terrein. Ik wil toch even het spijtig vinden dat we voor 6 uur het terrein niet mochten sproeien van de politie. Is eigenlijk echt wel onmogelijk op profniveau, zeker na 3 of 4 dagen regen nu. De tweede helft probeerden we op dezelfde manier aan te pakken. Moesten we wel Stijn de Smet aan vervangen, die nog een beetje tekort aan conditie heeft na een blessure. Godwin bracht er dan weer meer snelheid in, kreeg een mooie kans, maar op de counter op die kans van Godwin komt Mechelen 1-2 voor. Dan hebben we moeten veranderen van systeem naar 4 verdedigers en dat heeft ons nog de gelijkmaker opgeleverd, een mooi schot van Thibaut van Akker. Ik vond het al bij al een heel goede match en ben tevreden met het punt en de houding, de wilskracht, de werkkracht van de spelers. Fini.